Veel interesse voorlichtingssessie Nederlandse remigranten. Een delegatie van het Nederlands Migratieinstituut, NMI, is deze week te gast bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Er worden voorlichting en adviezen aan remigranten en andere geïnteresseerden gegeven. De belangstelling is tot nu toe overweldigend, meldt de Nederlandse ambassade. Een delegatie staat onder leiding van de directeur van het NMI, Farida Azimula. Mensen die vanuit Nederland naar Suriname zijn geremigreerd worden van advies gediend. Momenteel zijn er ruim 1200 personen die in Suriname gebruik maken van een Nederlandse remigratieuitkering. Het NMI is een stichting met ruim 25 jaar ervaring in het ondersteunen van remigranten. Remigranten blijken in de praktijk vaak tegen problemen aan te lopen die ze van tevoren niet hadden voorzien, vooral in het eerste jaar na remigratie. We gebruiken ons bezoek aan Suriname om de opgekomen vragen te onderzoeken en proberen waar mogelijk direct een oplossing te geven, zegt Azimula. De delegatie heeft inmiddels samen met de Sociale Verzekeringsbank twee goed bezochte voorlichtingssessies gehouden. Een derde voorlichtingssessie vindt plaats op donderdag 23 mei. Van 9 uur tot 11 uur 's ochtends. Deze sessie op de ambassade is toegankelijk voor geïnteresseerden. Daarnaast zijn er tot en met vrijdag van 8 uur tot 12 uur 's middags spreekdagen. Wie zich wil aanmelden voor de voorlichtingssessie op donderdag of het spreekuur, kan telefonisch contact opnemen met de Nederlandse ambassade. Telefoonnummer 477211 en vervolgens optie 9 in het keuzemenu.